Rond 10 uur kwam de koning in Almere aan en ging eerst naar een woning aan de Odeon-dreef, waar jongeren en statushouders tussen de 18 en 27 jaar wonen. De studenten werden pas vanochtend op de hoogte gebracht van het bezoek van de koning. De spanning was dan ook om te snijden. Heel spannend, ja zeker, heel spannend. Ja, wie kan zeggen dat de koning bij hem op zijn studentenwoning langskomt. Goedemorgen. Na zijn ontmoeting met de studenten werd de koning in het stadhuis ontvangen en liet zich daar informeren over wat de Academie van de Stad in Almere doet op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en participatie. Wij zetten ons in voor actieve steden met veel leefbaarheid. Een van die voorbeelden is bijvoorbeeld het woonproject waar we vanmorgen zijn geweest. Daarbij hebben we 4 woonbegeleiders neergezet die proberen om de mensen veel meer met elkaar te verbinden. Dus dat de bewoners weten wie hun buren zijn, maar ook gewoon kunnen aankloppen als ze vragen hebben of om een kopje suiker te vragen. Verder helpt bijvoorbeeld ook de DigiBeter om meer digitale vaardigheden te krijgen. Zo hebben we dan een buurthuis waar we zitten, waar mensen langs kunnen komen met al hun vragen. En studenten helpen ze dan in de moeilijke wereld van het internet, zodat bijvoorbeeld een bewoner wel zijn dochter in Australië kan bereiken die hij anders niet zou kunnen bellen via Skype. De Academie van de Stad begon in 2008 met 5 projecten in Amsterdam, maar inmiddels is de organisatie ook actief in Almere, Utrecht, Amsterdam en Haarlem. Op het stadhuis sprak koning Willem-Alexander ook met diverse betrokken organisaties, zoals Hogeschool Windesheim, woningcorporatie De Kei en de gemeente Almere. Ja, hoe ging het? Het ging zeer goed. Ik ben erg tevreden. Ik denk dat we alles hebben kunnen zeggen wat we wilden zeggen en laten zien aan de koning. Want wat was voor jullie het belangrijkste? Wat wilden jullie meegeven? Het belangrijkste wat we wilden meegeven was te laten zien dat we een stichting zijn die zich echt inzetten voor de mensen en studenten en verbindingen zoeken met elkaar. Fantastisch bewerkt bezoek van de koning. Dat merkte je aan de studenten. Er kwam veel energie los. Ze ontvingen de koning, wilden hem veel vertellen. En gelet op de vragen die hij stelde, zag je een enorme betrokkenheid. Hoe belangrijk is dit bezoek voor de stad? Voor de stad is het altijd goed als ons staatshoofd, onze koning, op bezoek komt. Hij is meer dan welkom in onze stad. En het is ook heel mooi te zien dat hij daar ook veelvuldig gebruik van maakt.